Hallo, ik ben Wilna. Welkom in de wereld van welbevinden die jij nu betreedt middels meditatie. Je ontdekt hier dat jij over de kracht beschikt om het geluk en de gezondheid te bereiken wat jij wilt. Voordat we beginnen is er iets wat je moet weten over chakras en de invloed daarvan op de kwaliteit van jouw leven. Zo'n 40 centimeter van de huid van het fysieke lichaam zijn energetische draaikolken aanwezig die als een soort tornado energie uit de kosmos aanzuigen en deze verdelen in de chakras. Elk van deze chakra verzorgt een bepaald gedeelte van het lichaam en transformeert daarbij jouw levensenergie in verschillende taakgebieden. De belangrijkste zitten bij de stuit, het heiligbeen, de maag, het hart, de keel, tussen de wenkbrauwen en op je kruin. Door deze meditatie zorg jij dat deze chakra's weer optimaal functioneren en in balans zijn. De kracht die dit losmaakt doet wonderen ontstaan. Hierdoor heb je direct toegang tot de bron van creatie, liefde, dankbaarheid, waar jouw dromen werkelijkheid worden en jouw behoeften worden vervuld. Door deze meditatie vergroot je direct je balans, geluk en gezondheid. Hierdoor zul je je doelen bereiken, je belemmeringen overwinnen op een manier die voor jou werkt in jouw leven. Ook als je nog nooit eerder hebt gemediteerd. Herhaal deze meditatie de komende weken en merk het verschil. Het werkt op onbewust niveau en bereikt diepere lagen zodat het direct de balans activeert. Het bouwt nieuwe neurologische patronen die ervoor zorgen dat jouw levenskwaliteit toeneemt. Dus, vind nu een plek waar je rustig zit of ligt, met je rug recht zodat je natuurlijke energiebanen open en vrij kunnen stromen. Doe een koptelefoon op voor het beste resultaat en sluit nu je ogen. Haal nu langzaam diep adem, terwijl je begint aan de eerste stap naar meer balans, geluk en gezondheid. Waarbij je je aandacht naar binnen richt en je helemaal focust op jouw persoonlijk welbevinden. Adem rustig uit door je mond. Stel je je lichaam voor als een gebouw met 6 verdiepingen en een zolder. Al deze verdiepingen hebben aan de voor- en achterkant grote openslaande deuren. En de zolder heeft een groot dakraam. Als je het niet ziet, bedenk het maar. Weet het maar. Voel het maar. Je begint op de eerste en onderste verdieping. De stuitverdieping. Jouw wortelchakra. Het centrum van zelfacceptatie, veiligheid, zelfliefde, vitaliteit, realisatie en creatieve expressie. Je basisveiligheid, je fundament. Concentreer je nu op het gebied vanaf de voorkant van je bekkenbodem tot aan je stuit. Visualiseer de kleur rood. Zie het maar voor je. Bedenk het maar. Het is een prachtige rode verdieping. Zet nu de openslaande deuren open. En laat vervolgens op een inademing de frisse, schone wind van buiten via de voorkant naar binnen stromen op de stuitverdieping. Zorg ervoor dat deze wind die via de voorkant op een inademing naar binnen komt, via de achterkant naar buiten gaat op jouw uitademing. De wind maakt de verdieping helemaal schoon. Elk hoekje, elk gaatje.
elk stofrestje. Je kunt de wind ook harder laten waaien. Nu is je stuitchakra gezuiverd van alle vervuiling. Oftewel gezuiverd van onzekerheden, vermoeidheid. Gezuiverd van alle blokkades. Alles is schoon. Zet maar een prachtige witte roos die open is in het midden van jouw rode stuitverdieping. Jouw stuitchakra draait vanaf nu weer helemaal in balans in je lichaam. Je voelt je zeker en veilig, vitaal, krachtig en moedig. Je ervaart minder angst en meer liefde. Je gaat nu naar de tweede verdieping, de heiligbeenverdieping. Het energiepunt op onze onderbuik en onderrug. Hierbinnen is het centrum van de seksuele energie, het centrum van de gevoelens, emoties en de scheppende krachten. Focus je op je heiligbeen, vlak onder je navel. Concentreer je op de kleur oranje. Een prachtige oranje ruimte. Als je het niet ziet, weet maar dat het zo is. Zet nu de openslaande deuren wagenwijd open op de heiligbeenverdieping. Laat vervolgens op een inademing de frisse, schone wind van buiten via de voorkant naar binnen stromen. En zorg ervoor dat deze wind, die via de voorkant op een inademing naar binnen komt, via de achterkant naar buiten gaat. Op een uitademing. Laat de wind de verdieping helemaal schoonmaken en heerlijk doorwaaien. Je kunt de wind ook harder laten waaien. Heel goed. Nu is jouw heiligbeenverdieping, chakra 2, jouw relatiechakra, gezuiverd van alle stof en stofresten. Oftewel gezuiverd van gebrek aan vertrouwen in jezelf en de ander. Gezuiverd van gebrek aan vitaliteit. Gezuiverd van alle blokkades. Weet maar dat dit zo is. Alles is schoon. Zet maar een prachtige open lotusbloem met 6 blaadjes die open is. In het midden van de oranje heiligbeenverdieping. Jouw heiligbeenchakra draait vanaf nu weer helemaal in balans in je lichaam. Je voelt je vol vertrouwen en vitaal. Je merkt dat je minder klaagt en meer waardeert. Ga nu naar de derde verdieping, de zonnevlechtverdieping. Het energiepunt boven de navel in het maaggebied. Hierbinnen is het centrum van jouw kracht. Concentreer je op je navelcentrum en net erboven rond de maag. En focus op de kleur geel. Als een prachtige gele ruimte. Zet nu de openslaande deuren op de zonnevlechtverdieping wagenwijd open. Laat vervolgens op een inademing de frisse wind van buiten via de voorkant naar binnen stromen. En zorg ervoor dat deze wind, die via de voorkant op een inademing naar binnen komt, via de achterkant naar buiten gaat op een uitademing. Laat deze wind de verdieping helemaal schoonmaken en heerlijk doorwaaien. Je kunt de wind harder laten waaien. Maak het zoals jij het wilt.
Nu is de zonnevlechtverdieping chakra 3, jouw navelcentrum, gezuiverd van alle stof en stofresten. Gezuiverd van alle vervuiling. Oftewel, gezuiverd van gebrek aan eigenwaarde. Gezuiverd van een slecht zelfbeeld of schaamte, onderdrukking en onzekerheid. Gezuiverd van alle blokkades daar. Weet maar dat dit zo is. Alles is schoon. Zet nu een prachtige open lotusbloem met 10 blaadjes in het midden van de gele zonnevlechtverdieping. Jouw zonnevlechtchakra draait vanaf nu weer helemaal in balans in je lichaam. Voel maar dat je er wezen mag. Je hebt gevoel van eigenwaarde. Je bent vol vertrouwen. Je wacht minder af en doet meer. Ga nu naar de vierde verdieping, de hartverdieping. Het energiepunt rond en van je hart. Hierbinnen is het centrum van liefde, mededogen. Concentreer je op je hart en concentreer je op de kleur groen. Als een prachtige groene ruimte. Zet nu de openslaande deuren op de hartverdieping wagenwijd open. Laat vervolgens op een inademing de frisse schone wind van buiten via de voorkant naar binnen stromen. En zorg ervoor dat deze wind, die via de voorkant op een inademing naar binnen komt, via de achterkant naar buiten gaat op een uitademing. Laat deze winterverdieping helemaal schoonmaken en heerlijk doorwaaien. Precies zo. Elk hoekje, elk gaatje. Je kunt de wind ook harder laten waaien. Nu is de hartverdieping, chakra 4, die staat voor liefde en mededogen, gezuiverd van alle stof en stofresten. Gezuiverd van alle vervuiling. Oftewel gezuiverd van angst, gebrek aan vrolijkheid of somberheid, of plezier in het leven. Gezuiverd van alle blokkades daar. Weet maar dat dit zo is. Alles is schoon. Zet maar een prachtige open lotusbloem met 12 blaadjes in het midden van de groene hartverdieping. Jouw hartchakra draait vanaf nu weer helemaal in balans in je lichaam. Je voelt je vrolijk, ervaart plezier in het leven. Je oordeelt minder en je accepteert meer. De vijfde verdieping, de keelverdieping, het energiepunt bij je keel en strothoofd. Hierbinnen is het centrum van zelfexpressie, communicatie, helderhorendheid, de verbinding tussen je hart en je hoofd. Focus je op je hart en concentreer je op de kleur blauw, als een prachtige blauwe ruimte. Zet nu de openslaande deuren wagenwijd open. Laat vervolgens op een inademing de frisse schone wind van buiten via de voorkant naar binnen stromen. En zorg ervoor dat deze wind, die via de voorkant op een inademing naar binnen komt, via de achterkant naar buiten gaat op een uitademing. Laat deze winterverdieping helemaal schoonmaken en heerlijk doorwaaien. Je kunt de wind ook harder laten waaien. Nu is ook de keelverdieping, chakra 5,
gezuiverd van alle stof en stofresten. Oftewel gezuiverd van gebrek aan goede communicatie of het gevoel jezelf niet goed te kunnen uiten. Gezuiverd van alle blokkades daar. Weet maar dat dit zo is. Alles is schoon. Zet maar een prachtige open lotusbloem met 16 blaadjes in het midden van jouw blauwe keelverdieping. Jouw keelchakra, communicatiecentrum, draait vanaf nu weer helemaal in balans in je lichaam. Je weet dat je vermogen om goed te communiceren is verbeterd en je weet dat je goed weet te uiten op alle gebieden in je leven. Je praat minder en luistert meer. Ga nu naar de zesde verdieping, de derde oogverdieping of de voorhoofdverdieping. Het energiepunt op je voorhoofd tussen je wenkbrauwen en net erboven. Dit is jouw centrum van intuïtie, helderziendheid en de zetel van de wil. Concentreer je op een punt tussen je wenkbrauwen en op de kleur transparant indigo, blauwpaarsig. Als een prachtige transparante blauwpaarse ruimte. Zet nu de openslaande deuren op de derde oogverdieping wagenwijd open. Laat vervolgens op een inademing de frisse, schone wind van buiten via de voorkant naar binnen stromen op de derde oogverdieping. Zorg ervoor dat deze wind die via de voorkant op een inademing naar binnen komt, via de achterkant naar buiten gaat op een uitademing. Laat deze wind de verdieping helemaal schoonmaken en heerlijk doorwaaien. Je kunt de wind ook harder laten waaien. Nu is ook de derde oogverdieping, chakra 6, gezuiverd van alle stof en stofresten. Oftewel gezuiverd van richtingloosheid, gebrekkige intuïtie, gebrek aan fantasie en concentratieproblemen. Gezuiverd van alle blokkades daar. Weet maar dat dit zo is. Alles is schoon. Zet nu een prachtige open lotusbloem met 2 blaadjes in het midden van deze paarsblauwe verdieping. Jouw derde oogchakra draait vanaf nu weer helemaal in balans in je lichaam. Je weet dat je richting kan geven aan je leven en dat je intuïtie beter functioneert. Je fronst minder en lacht meer. Ga dan nu naar de hoogste verdieping, de kruinverdieping of kroonchakra. Het energiepunt vlak boven je hoofd. Dit is het centrum van de verbinding met de kosmos. Focus je op je kruin vlak boven je hoofd en op de kleur violet. Als een prachtige ruimte van violet. Zet nu de dakramen op de kruinverdieping wagenwijd open. En laat vervolgens op een inademing de frisse schone wind van buiten naar binnen stromen. En zorg dat op elke uitademing de vervuiling naar buiten gaat. Laat deze wind de hele zolderverdieping schoonmaken en heerlijk doorwaaien. Reinig alle hoeken en gaten. Je kunt de wind ook harder laten waaien. Laat de wind via het dakraam weer rustig naar buiten stromen. Nu is de zevende chakra,
je kruinverdieping, gezuiverd van alle stof en stofresten. Oftewel gezuiverd van gebrekkige verbinding met je spiritualiteit. Gezuiverd van alle blokkades daar. Weet maar dat dit zo is. Alles is schoon. Zet een prachtige open lotusbloem met 1000 blaadjes in het midden van deze verdieping. Jouw kruinchakra draait vanaf nu weer helemaal in balans in je lichaam. Je weet dat je nu een heldere verbinding hebt met je spiritualiteit. En dat je spiritualiteit op een hoger niveau verder gaat in je leven. Je denkt minder, je voelt meer. En nu je al jouw chakra's hebt gereinigd, geactiveerd en in balans hebt, weet je, voel je en merk je dat je nu in alle opzichten optimaal functioneert.